De hoeveelheid neerslagen die de afgelopen tijd in Suriname is gevallen of valt, heeft nog steeds te maken met het fenomeen La Niña. In combinatie met de intertropische convergentiezone, de ITCZ. Volgens Dwight Samuels, hij is meteoroloog bij de Meteorologische Dienst Suriname, heeft de dienst in de afgelopen periode wel aangegeven wat de reden voor de grote hoeveelheid neerslag is. La Niña staat erom bekend dat hij, tenminste voor Suriname, ervoor zorgde dat we meer neerslag kregen dan normaal. Als u dat stelt, of vraagt, zeg ik van inderdaad, hebben we afgelopen tijd meer neerslag gehad dan eigenlijk we normaal kennen. Zeker voor deze periode, als we praten over deze periode, de kleine droge tijd. En zelfs in december, januari, de kleine regentijd, hebben we eigenlijk toch wel iets meer neerslag gehad dan normaal. Ja, dus zoals ik aangaf, ten eerste komt dat door de wat we kennen, de ITCZ, de intertropische convergentiezone, die zorgt normaal voor neerslag in ons gebied. En hij is dus versterkt eigenlijk, kan je zeggen, die neerslag eigenlijk is toegenomen door de tussenkomst of bijkomen van La Niña. Suriname heeft verschillende seizoenen, met name de kleine en grote regen- en droge tijd. Normaal gesproken zouden wij nu in de kleine droge tijd zitten en rond begin mei zou de grote regentijd moeten beginnen. De afgelopen jaren lijkt het erop dat de seizoenen zich met enkele weken verschuiven, zegt Samuels. Wat we mee bezig zijn, is dat we nu die data van zeker de afgelopen 2 jaren dus gaan zetten naast het gemiddelde dat we kennen per seizoen. Toch, want er wordt inderdaad gezien dat het meer regent, maar het regent ook meer in de regentijd. En de seizoenen die worden eigenlijk bepaald ook aan de hand van het aantal of de gemeten neerslag. En als nog steeds blijkt dat het in de grote regentijd meer heeft geregend dan in de kleine regentijd, dan kloppen die seizoenen wel. Wat wel gesteld kan worden, is dat het wel lijkt alsof het is verschoven. Toch, dus de grote regentijd lijkt nu al te zijn ingegaan, terwijl we nog in de kleine droge tijd moesten zijn. Maar die uitspraken gaan we niet kunnen doen alvorens we het eigenlijk wetenschappelijk en middels onderzoek kunnen onderbouwen. Maar voor nu stellen we wel, en dat is altijd zo, dat de seizoenen wel worden aangegeven wanneer die ingaat, maar we rekenen altijd 2 weken. Ja, het is 2 weken speler. Ik kan 2 weken eerder aanvangen of 2 weken later. En in feite zitten we nog daarin. Dus als we moeten zeggen, het is echt verschoven, gaan we dat wetenschappelijk onderzoek moeten tegengooien. Met de beschikbare data tot maart 2022 kan worden gesteld dat er meer neerslag is gevallen dan normaal. De meteoroloog gaf verder aan dat La Niña aan het verzwakken is, maar dat de ITCZ nog steeds boven Suriname hangt. Wij moeten nog in de grote regentijd stappen, dus het zal nog steeds regenen, aldus Samuels.